Dit is een portretje van mijn vader met een sierlijk hoedje op. En dat is getekend door de grote schilder Kees van Dongen. En zij waren kennelijk bevriend. En hij schrijft hieronder, waar is het hier ergens? Après une nuit de Paris, il regarde mélancoliquement le paysage. En ik heb erbij gezet voor Mark. Dus als ik er straks niet meer ben, dan is het voor broeder Mark. Ik stond als jongetje op zijn schoenen en ik hield hem om zijn middel vast. Ik voel zijn vest nog. En dan dansten we, daar komen de schutters. Daar komen ze aan, de mannetjesputters van Rotterdam. Een liedje van Speenhoff en dan dansten we samen. Dat is de, ja, helaas de enige echt lijfelijke, dierbare herinnering die ik aan mijn vader heb. Dat weet ik nog. Daar komen de schutters, daar komen ze aan. Ik denk dat ik nog heel klein was. Want het zal je verbazen, er is een tijd geweest dat ik ook toch nog heel klein was. Ja. Dat was een groot huis. Heel mooi huis, pal aan de plas, met een hele grote tuin. En in die tuin stonden allemaal kinderspeelgoed is niet het juiste woord, een wip en een klein draaimolentje en dat soort dingen. En daar waren wij heel blij mee als kinderen. Mijn vader heeft ze weggedaan. Waarom weet ik niet. Heeft ze alleen een goed doel gegeven. Maar in ieder geval, wij hadden ze niet meer. Ik zie hem in een witte roeiboot. We hadden een witte roeiboot liggen aan de plas. En daar ging vader, denk ik, iedere morgen mee roeien. Ik herinner me vader daar zittend en schrijvend onder een boom. Dat was een hele mooie, oude, grote kastanjeboom. En daar zat hij zomers onder te schrijven. Ja, had een mooi blauw tweedpak aan. Vader zag er altijd heel mooi uit. Maar vooral ook dat hij iets magisch uitvoerde. Iets met een vulpen. En wat vooral niet mocht, was hem lastig vallen als hij aan het schrijven was op zijn werkkamer. Dan moesten we heel, heel stil zijn. Dan was daar iets magisch in mijn gevoel. Voor mij was dat eigenlijk heel gewoon dat daar beroemde schilders en acteurs kwamen. Ik wist toen niet dat die mensen beroemd waren, maar dat heb ik toen wel begrepen. Maar een van de dingen die ik me nog heel goed herinner is dat er kwamen twee dames. En die kwamen vader vertellen over hun avonturen in Afrika. Dat weet ik van horen zeggen, want ik was daar natuurlijk niet bij. Ik mocht er niet bij zijn. Maar voor de deur van het Hilsbergse huis stond een hele mooie reisauto. Een grote stationcar. En het mooie van die stationcar was dat in die tijd de cabine was gewoon een auto, maar het achtergedeelte was hout. Prachtig. Heel mooi en heel geheimzinnig. En die auto
betekende toen veel voor me. En ik dacht, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil ontdekkingsreiziger worden. Mijn moeder was zangeres. Dat wil zeggen, had gestudeerd voor operazangeres. Had een schitterende stem. Ik kan me niet herinneren dat ze optrad, maar dat zal ze zeker wel gedaan hebben. En thuis hadden wij een mooie rode piano met van die dingen die je uitklapte. En daar kon een kandel in. En dan zag ik onder de piano door, zag ik de voetjes van mijn moeder op de pedalen. En op een gegeven moment werd die piano het huis uitgetakeld. Ik begreep het natuurlijk niet. Waarom wordt een piano van moeder uit ons huis getakeld? Die moet ze toch hebben? Daar werkt ze, speelt ze toch op? Maar al te gauw begreep ik wat dat betekende. Want toen nam moeder mij mee op een dag uit het ouderlijk huis. En toen gingen we om de hoek. Er was een straat, was Plasoord. En daar woonde een vriendin van moeder met haar gezin. En daar gingen wij ineens wonen. Iets vreselijks. Ik denk dat hij er gewoon heeft weggestuurd met mij. Ja, want mijn moeder had op de een of andere onduidelijke manier verhouding met een deze vreselijke stiefvader. En daar is hij blijkbaar achtergekomen. Maar ik weet niet, ik zal er ook nooit meer achterkomen, want mijn broers leven niet meer, hoe dat nou eigenlijk precies in zijn werk gegaan is. Ja, ja. Ja, misschien dacht hij dat ik niet een kind van hem was. Dat weet ik niet. Dat hij daar aan getwijfeld heeft. Nou, ik kan hem vertellen dat het wel zo is. En dat wist hij ook wel hoor later. Maar dat is best mogelijk, ja. Dat moet voor die twee broers ook heel moeilijk zijn geweest. Ja. Ik herinner me als iets vreselijks. En een waanzinnig heimwee naar dat gezin, naar dat vertrouwde. Wat je als kind helemaal niet begreep. Je begreep niet waarom het ineens zo was dat je je broers niet meer goeiedag mocht zeggen als je ze zag lopen. En waarom het zo was dat als ik vader, ik spiedde dat stiekem, want dat was, ik was dus maar om de hoek. En er groeide ook allemaal riet en dan zat ik daartussen en dan zag ik vader in die witte roeiboot. Maar dat mocht eigenlijk niet, want dat was verraad aan moeder als ik naar hem keek. Zo was dat in die jaren. Maar je wilde ook geen verraad aan je vader. Enfin, het was erg gecompliceerd. Ik woonde dus bij mijn moeder, die hertrouwd was met een vreselijke man, althans voor mij. Een reuze ellendelaar waar ik nu maar niet te lang over zal gaan praten. Ik schreef ook aan vader en stuurde hem dat op. En dan kwam er wel een brief terug van vader, die heeft hij verscheurd. Verscheurde die. En goed. Zelfs nu voel ik dat nog wel eens. Ja. Dan raak je niet zo makkelijk kwijt. Ik heb daar wel heel veel aan gedaan. Maar er was in de Dorpstraat in Hilgersberg, een paar huizen verder, een school. En als er geen les gegeven werd, was die school afgesloten met een hoog hek met van die spijlen. En dan was er halverwege waren er van die hele enge punten. En dan top ook. En op de een of andere manier moet ik daar zijn ingeklommen in dat hek. En op het dak van die school zijn geklommen. Ik denk om te kijken naar het huis van vader. En toen ben ik dus teruggeklommen en op de een of andere manier is mijn been ben ik dus gevallen. En mijn been ging dus tussen die twee rails en ik viel met mijn knie op die punt. En die punt die zat diep in mijn knie en ik kon niet meer vooruit of achteruit en daar hing ik. Ja, ik kan daar niet zoveel meer over vertellen. Dan,
dat ik naar het ziekenhuis gebracht ben en dat daar geopereerd wordt. Daar herinner ik me nog wel enge dingen van als kind. Maar wat ik wel weet, wat ik me herinner, is dat vader wel kwam. En dan speelden wij samen boter, kaas en eieren. Zo'n spel met kruisjes. En ja, hij kwam niet meer opzoeken. Daar was ik heel erg blij mee. En dat mocht dan kennelijk ook wel. Ik voel geen woede voor ze, want ik begrijp het. Het was natuurlijk ook de man-vrouw- en kinderrelatie was in die jaren, want dat is toch inmiddels 90 jaar geleden bijna, heel anders, denk ik maar. Maar is goed woedend dat ik dacht, die vader is toch eigenlijk een grote klootzak, want hij heeft er nooit wat aan gedaan. Hij heeft er nooit iets geprobeerd me terug te halen of is te informeren hoe het was of zo. Dat, Hij schrijft wel prachtig over allemaal sociale situaties. Maar zijn eigen kinderen laat hij wel doodvallen, dacht ik. En dat heb ik ook wel eens gedacht. En daar is ook wel iets van waar. Dan nog heb ik het voor mezelf toch een hele mooie vader gemaakt. Vader heeft mij op het spoor gezet voor toneel. Dat wil zeggen, hij kende Dirk Verbeek goed. Dat Dirk Verbeek was de directeur van de Haagse Comedie. En die heeft op een gegeven moment heeft hij voor mij een couvenoentje, zoals een vrijplaatsje heet in ons vakjargon. Heeft hij een couvenoentje voor mij gereserveerd, geregeld, zodat ik nu en dan op het Schellinkje naar voorstellingen mocht kijken. En ik herinner me heel goed nog dat ik daar een voorstelling zag. Een voorstelling met Paul Steenbergen en Mira Ward. Een schitterend acteur, schitterend. En ik genoot zo van dat stuk en de easiness, het gemak en het prettige daarvan, en natuurlijk thuis was het een verschrikkelijk rot leven, maar daar zag ik ineens dat leuke leven. En ik herinner me dat ik heel duidelijk dacht, dat wil ik ook. Dat is mijn familie, daar zit mijn familie. Niet thuis met die vreselijke man, maar daar zit mijn familie. Dus op de een of andere manier moet iemand toch moeder gebeld hebben en gezegd hebben, MJ is overleden. Dus op het allerlaatst mocht ik daar naartoe. En kwam nog net op tijd voor de begrafenis. Het zei me nog niks, hij was dood. Maar wat ik me herinner is, daar waren allemaal dennenbomen. En dat ik een takje van de dennenboom afgeknipt heb. En in een panter sigarendoosje altijd bij mij gehad heb. En in mijn kamertje gehad heb. En af en toe brandde ik dat als een soort wierook. Heel merkwaardig eigenlijk. Hey, schokkie, oppassen! Hey, jongen! Heerlijk zou het zijn als hij ook eens een keer achter in de zaal zat. En dat het dan na afloop op mijn kleedkamer getikt zou worden. En dat hij binnenkwam. En zei, goed gedaan, jochie. En dat we er na afloop een kopje koffie zouden gaan drinken en dat ik dan met hem over kon praten, hoe hij de dingen zag en hoe ik ze zag. En begrijpen dat het zo merkwaardig is dat ik de dingen toch een beetje zag zoals ik denk dat hij ze zag. Want dat is dus een voorbeeld voor mij. Mijn hele leven onbewust geweest, die grote
geheimzinnige, magische man die prachtig schrijft. En de dingen zo van eenvoudige dingen iets moois kan maken. Het is niet zo moeilijk om een verslag te maken van een enorme ramp. Het is veel moeilijker om zittend in je achtertuintje waar helemaal niks gebeurt, toch je feuilleton te maken over dat gedoe. En dus ik denk dat ik ook een beetje van hem heb, en misschien mijn broers ook wel, maar in ieder geval ik, dat ik de kleine dingen zie en mooi vind. Ja? En daar graag iets aan vertaal voor mensen en de herkenbaarheid belangrijk vind. Dus als je me vraagt, wat zijn de Brussers? Aardige mensen. Hele aardige mensen. Maar ook wel moeilijk. Voor zichzelf, maar ook in hun werk. Ze nemen niet de makkelijkste weg. Niet de weg van de minste weerstand. Sorry, dit is het eindpunt. Verder gaan we niet, hoor. Waar zijn we dan? Spannen. Gaan we? Die rode piano die daar uit ons huis werd getakeld, die heeft mij lang bezig gehouden. En toen wij vele, vele, vele jaren later in de stad Schouwburg een soort herbewerking gemaakt hebben van het boek Boefje dat mijn vader geschreven had en waar al een heel goed toneelstuk van was, herinner ik mij dat ik zei, dan wil ik graag beginnen met die piano, die rode piano, die van het toneel getakeld werd. Want in die versie speelde ik mijn vader, Emir Brussen. En dat deden we ook. En daar viel dan een laadje uit. Als die piano eruit werd getakeld, en dat gebeurde echt op het toneel. En in dat laadje zat een manuscript. En dan keek ik in dat manuscript en dat was het manuscript van Boefje, zoiets herinner ik mij. Wel sluiten. Sinds wanneer is hier een tramhalte? Ja. Hey, kan ik nog een kroket krijgen? Je ziet toch dat ik net dicht ga? Ja, misschien is je vet nog warm. Twee kroketten. Komt erin, man? Nee, ik. Ja. Ah, hartstikke bedankt. Ja. Kijk eens. Kijk, zeg, hoeveel is het? Een knaak, maar heb je dat wel gepast voor? Ja. Hier. Zo, met z'n drieën, hè? Laat me zitten. Bedankt, hè? Heel weer. Zo te zien heeft de Rotterdamse tramwegen, hebben ze er een restauratiewagen bij, hè? Nou, dat zeg. En misschien ook iets te drinken, hè? Fris of zo. Nou, een goede reis dan nog maar, hè?